Dan nu naar het middagprogramma. Miramap. Miramap is een meetmethode waar Ronald zo meteen zelf meer over gaat vertellen. Ik ken Ronald al heel lang. In 2004 begon hij met Miramap als spin-off van de ESA. En toen deed hij een verzoek bij het innovatietestcentrum van Rijkswaterstaat om zijn idee een stap verder te brengen. En ik mocht toen daar een mening over hebben namens Rijkswaterstaat. En het idee is er nog steeds. Het is wat verder uitgewerkt, productierijp. En wat het precies allemaal kan en niet kan, dat gaat Ronald nu vertellen. Hartelijk dank. Ik hoop dat jullie allemaal, net zoals ik, een goede lunch hebben gehad. Ik wou eigenlijk meteen verder gaan met de conclusie van net, voor de lunch. Dat er eigenlijk behoefte is aan wat meer samenwerking om innovaties van de grond te krijgen. En daar is dit misschien wel een mooi voorbeeld van. Ik presenteer een nieuwe methode voor de detectie van grindnesten onder ingegoten breuksteen. Gebiedsdekkend en niet destructief. Het is een project dat loopt eigenlijk nog een beetje. Samenwerking met HWBP, Hollands Noorderkwartier, COAC, NPC, Gebroeders van der Lee, Transmissivity, Richard de Jeu achterin en Miramap. Even kort de inhoud. Eerst een korte introductie over Miramap en het product Dijkscan. Voor degenen die ons nog niet goed kennen. Dan het project stap voor stap, de conclusies en het vervolg. Miramap is, zoals jij net zei, in 2004 opgericht. En daarom mogen we binnenkort ons 10-jarig jubileum vieren. We hebben bij de ruimtevaartorganisatie ESA een ruimtevaartsensor verder ontwikkeld. Voor waterbeheer. En die is dus nu ook mobiel inzetbaar voor het meten van grindnesten. Wij doen dus inspectiemetingen van allerlei soorten met state-of-the-art sensoren. En een van onze producten is Dijkscan en daar wil ik een zestal voorbeelden van geven. Dit is een stukje asfaltbekleding in Lauwersmeerdijk in Groningen. Asfaltonderzoek gebiedsdekkend en niet destructief. Door mobiel te meten met sensoren. Hier zie je de sensoren zitten, de MIRA-sensoren. Maar ook een state-of-the-art warmtebeeldcamera, gekoeld. Meten we in rijen in feite het stuk asfalt heen en weer. En dan krijgen we een gebiedsdekkend plaatje. En wat zien we dan allemaal? We krijgen een idee van vochtindringing, toch een belangrijke parameter van de sterkte van asfalt. Asfaltdikte, ook belangrijk, ook als input voor allerlei modellen. Tegelijkertijd krijgen we een soort beeld van de structuurvariaties, dus zeg maar de slijtlaag die eventueel los begint te raken van de onderste laag. Dat zie je vooral aan de waterzijde, daar onderaan. En die komen ook best wel goed overeen met volgewicht deflectiemetingen en de boringen die we hebben laten uitvoeren. En dan ook nog een algemeen warmtebeeld, wat misschien iets kan zeggen over de sterkte van die asfaltlaag. Dus alles compleet in één keer gemeten. Dit is trouwens een project van Luifdijk XL, wat onlangs is afgerond. Alleen met het karretje met sensoren. Wat we wel hebben gedaan is een aantal gerichte locaties aangewezen om te boren en te vergelijken, ter validatie. Een ander voorbeeld van dijkscan is variaties in verdroging. Dus bijvoorbeeld bij veendijken, dat zie je hier, dat is de droogteproef van Eikdijk. En wat je ziet, het plaatje hier. Hier zie je dat het heel droog is. Onderaan de tenen is het natter. En hieronder zie je een nattere periode waarbij eigenlijk de hele veendijk nat is. We hebben op twee momenten gemeten. En zo kun je dus door op bepaalde momenten te meten toch een goed inzicht, idee krijgen van de vochtvariatie. En dit kan ook eventueel te maken hebben met dus
verandering van de phreatische lijn. Wat daarmee te maken heeft, of ja, lijkt erop een beetje, is de detectie van kwel. Dit is een plaatje bij Roelof Arendsveen. We rijden daar met ons apparaat overheen in een aantal rijen en dan krijgen we het plaatje wat je hier ziet. En onderaan de teen zie je inderdaad die natte zone, die kwelzone, die je hier ook met het blote oog goed kan zien, hè, die natte plek. Maar hiermee tonen we wel aan dat, ja, dat je met deze techniek kwelzones kan detecteren. Dan gaan we de lucht in vanuit het vliegtuig. Warmtebeeldcamera, je ziet hier een boezemkade, noord minder ja, nattigheid dan aan de zuidkant. Het rode is uiteraard het warme water en je ziet het water zo ja, een beetje weggaan. En een ander voorbeeld, Zuidermeerdijk bij Urk, zie je ook een warmere zone hier, precies. Dat zou dan nader onderzocht kunnen worden. Nog een voorbeeld vanuit de lucht met de MIRA-sensor. Die is erg gevoelig voor vochtvariaties. Hiermee hebben we het hele Juliana-kanaal in beeld gebracht. Aan twee zijden van de dijk. En deze kwelzone kwam er vooral uit ook omdat die nog niet echt helemaal bekend was ook bij de beheerder. Dus ja, interessant. Dit is het laatste voorbeeld en hier wil ik het vooral over gaan hebben. Dit is hier vlakbij, de Wieringermeerdijk. Er is al veel over verteld vanmorgen ook. En hier hebben wij dus een ja, zogenaamde grindnestenkaart gemaakt. Over een traject van 300 meter. Om aan te tonen dat ja, of deze techniek wel of niet werkt in, om grindnesten op te sporen. Hier zie je dus het nieuw aangelegde breuksteen met gietasfalt over de bestaande bekleding. En ja, in feite is het een grof, ruw geheel. Dus het is een hele uitdaging om ja, precies aan te wijzen van waar zitten nou die grindnesten. Nou, dat hebben we dus gedaan. We hebben gemeten in verschillende raaien. En we hebben 6 locaties aangewezen waarvan wij dachten daar zit wel of geen grindnest. Vervolgens is COAC, projectpartner, daar naartoe gegaan, heeft boringen gezet en heeft die boringen bekeken. En wat bleek nou? Op 3 locaties waarvan wij zeiden daar zit een grindnest, daar zat een grindnest. En op de andere 3 locaties waarvan wij zeiden daar zit geen grindnest, daar zat geen grindnest. Hier zie je een aanduiding van nou, nummer 3 zit hier, ga daar eens boren. En dit is het resultaat. Hier onderin zie je het grind zitten. Dus het project bij de versterking van de Wieringermeerdijk wordt breuksteen erbovenop gelegd, boven de bestaande bekleding met gietasfalt. In het kader van de kwaliteitscontrole wordt op verschillende plekken geboord om te kijken of er grindnesten aanwezig zijn. Want grindnesten zijn risicovol en ja, niet goed voor de sterkte van de dijk. Dus de gebruikelijke kwaliteitscontrole van grindnesten gaat op basis van boringen. Hè, maar daarmee kan je, het zijn eigenlijk spelden prikken en daarmee kan je heel veel missen. En het is niet gebiedsdekkend. Dus daarom zou het heel mooi zijn als een beheerder een soort instrument heeft om toch gebiedsdekkend dat in kaart te brengen. Wat is nou eigenlijk een grindnest? Ja, jullie zijn specialisten, dus jullie weten het al. 2 slides terug zag je al een voorbeeld, hè, hier rechts beneden. Ik heb nog eventjes schematisch. Dit is een dwarsprofiel van een bestektekening. Ook hier van de Wieringermeerdijk. Hier zie je die bestaande stenen en de overlaging van de breuksteen met gietasfalt. Als het asfalt nou niet goed vloeit of er zijn te veel kleine stenen, ja, dan krijg je een grindnest. Hier bijvoorbeeld, hier, hier. Nou, hoe hebben wij nou gemeten? We hebben gemeten met een MIRA-sensor. Dat is die ruimtevaartsensor die wij door hebben ontwikkeld. Voor de metingen hebben we de methode ook nog beproefd op een testvak bij de aannemer in Lelystad. Dat zal ik zo even laten zien.
En dus uiteindelijk die kaart gemaakt, die rode vlekkenkaart. Ja, dus je zult je afvragen van ja, hoe werkt dat nou allemaal, hè? Zo'n scanner? Dat kan me wel voorstellen. Eigenlijk is het een soort ja, passieve radar, grondradar. Grondradar is wel wat meer bekend. MIRA staat voor microgolvenradiometrie. En wat je hebt is, de aarde die straalt energie uit in verschillende golflengten. Bijvoorbeeld korte golflengte is het daglicht bijvoorbeeld. Iets langer is warmte. En nog langer is microgolven. En die vangen we op. En als je dan hier bijvoorbeeld kijkt in het spectrum. Hier bij 1 zit ongeveer het zichtbare licht. En dan ga je naar thermisch. Er zit heel veel energie. Die kan je heel goed meten met warmtebeeldcamera's. En als je verder gaat, dan heb je microgolven. Maar er zit heel weinig energie. En om die dus toch goed te meten, heb je een ja, hele gevoelige sensor nodig. En is je uiteindelijke resolutie, zeg maar, op de grond ook grof. Relatief grof. Nou, wij zetten die sensor op ongeveer 1 meter boven de grond in. Dus daarmee meten we elke stap 1 vierkante meter ongeveer. En als je dan zo mobiel gaat lopen, dan krijg je een gebiedsdekkend kaartje. Nou, die straling hier, die wordt gemeten in helderheidstemperaturen door die radiometer. En helderheidstemperatuur is eigenlijk het product van emissiviteit en de thermodynamische ja, temperatuur. En de emissiviteit is weer gevoelig voor de dielektrische constante. Dus bijvoorbeeld die van water is 80, heel hoog. Van asfalt ongeveer 5 en van lucht ongeveer 1. Of 1. En door die variatie, dus lucht, water, open ruimte, grindnesten, zien wij een, ja, allerlei variaties in signaal waarmee wij dus die grindnesten kunnen detecteren. De penetratiediepte is ongeveer 1 meter. Ja, ik had het over het proefvak. Dus de methode is eerst nog beproefd voordat we het hier hebben ingezet. Dit is bij de aannemer, Gebroeders van der Lee in Lelystad. Die hebben speciaal hiervoor een proefdijk neergelegd met verschillende stenen. Dus van links naar rechts graniet, een puinsortering, een beetje gemixt. Wel overlaagd met gietasfalt. Tweede vak steen geel uit de buurt van Luik. Derde vak graniet, klein graniet, blokken. En dit was eigenlijk een groot grindnest. Doornix, kalksteen ook nog. Daar was geen gietasfalt neergelegd, dus was gewoon open. En dan nog basalt. Dus we hebben een hele variatie van stenen en gietasfalt ingemeten. En op basis daarvan, van die resultaten, hebben we een model gemaakt om die grindnesten netjes in kaart te brengen. Nou, hoe gaat dat dan? Op de Lauwersmeerdijk is mooi asfalt. Daar kun je mooi met een quad in het zonnetje gaan rijden. Dit is een stuk steiler en ruwer. Dus dit hebben we te voet gedaan. Dus echt mobiel. Wat je hier ziet is de radiometer, de sensor. Er zit nog een cameraatje bij. En een GPS-ontvanger. De GPS-ontvanger is natuurlijk heel belangrijk. RTK. Omdat je heel nauwkeurig wil aanwijzen van daar zit een grindnest. En als je gewoon GPS gebruikt, ja, dan kun je wel eens een paar meter ernaast zitten. Dat wil je niet hebben. En wat komt daar dan uit die metingen? Nou, hier zie je drie plaatjes. We beginnen links. Links is eigenlijk het plaatje van de verticale polarisatie. Dat heeft te maken met die scanner. Die vangt de microgolven, zeg maar, verticaal op. En dan krijg je zo'n plaatje. En wat je hier ziet, eigenlijk, is de hoeveelheid asfalt. Dus hier bovenaan zit veel minder asfalt dan onderaan. Die variatie zie je hier heel mooi naar voren komen. Het tweede plaatje is de horizontale polarisatie. En uit de combinatie van die twee hebben we uiteindelijk de rode vlekkenkaart gemaakt. Nou, wat ik net zei, hè, we hebben op basis daarvan 6 punten aangewezen, die zijn vervolgens gevalideerd. En het bleek dat het allemaal goed was. Dan ben ik al bij de conclusies.
Ja, ten opzichte van de huidige kwaliteitscontrole door middel van boren levert dit een toch wel betrouwbaar gebieddekkend plaatje op over de opbouw van de dijk. Eigenlijk met veel minder grote inspanning, want boren is een moeilijk karwei, kost heel veel energie, kostbaar. En wij hebben gezegd, men kan ongeveer rekenen op 1 week boren ten opzichte van 1 dag meten. En dan heb je ook nog een volledig dekkend plaatje. Ten opzichte van grondradar hebben we ook wat voordelen, want grondradar werkt niet zo goed in het zoute milieu, dus bijvoorbeeld bij zeedijken. En ruw terrein, hè, want hier hebben we grote brokken en is echt ontzettend ruw. Daar kan je niet met de grondradar overheen, want dan heb je verstoring door de lucht, door, van het signaal wat je wegstuurt en weer opvangt. Dat is lastig. Dus de methode is uiteindelijk bij uitstek geschikt voor de kwaliteitscontrole van dit soort werkzaamheden. Nou is er nog een vervolg, want op basis van die grindnestenkaart, waar vrij veel vlekken zeg maar, kwam eigenlijk de beheerder met de vraag van, is het nou altijd, zijn er situaties aanwezig waarbij het toch acceptabel is, zo'n grindnest? Daar heeft de werkgroep asfalt zich ook over gebogen. En eigenlijk, de belangrijkste twee puntjes die staan hier. Als een grindnest watervoerend is, dan is die niet acceptabel. Maar als die bijvoorbeeld bovenin zit en hij is vrij klein, dan is die misschien wel acceptabel. En dat zijn we nu nog aan het uitzoeken door middel van een soort calibratie grindnesten. Om dat onderscheid ook te kunnen bepalen. Tot zover mijn presentatie. Ja, Ronald, hartstikke bedankt. We hebben nog wat tijd over, dus heeft iemand misschien nog vragen aan Ronald? Dat is een goede vraag, daar zijn we dus nu mee bezig, om dat echt ook in de praktijk aan te tonen. Maar wij denken van wel, we hebben op basis van een aantal simulaties, modelsimulaties, daarna gekeken. En wij denken dat we bepaalde onderscheid wel kunnen maken, maar het hangt wel een beetje vanaf van waar wil je nou naar kijken, 1 centimeter, 2 centimeter. Ja, het is een ruw terrein, dus ja. Het echte antwoord zal binnenkort beschikbaar zijn. Ik kan het zo wel. Ja? U zei ook asfaltlaag dikte meten. Hoe nauwkeurig kunt u dat met dit soort apparatuur? We hebben dat gemodelleerd en wat we tot nu toe hebben gezien, dat toch. Ja, toch wel op enkele centimeter niveau is, ja. Maar relatief, zou je op een bepaald oppervlak zou je wel de verschillen heel nauwkeurig kunnen zien? Of moet je daar zelf op zien? Ja, absoluut. Als je teruggaat naar een van de slides. Dus veel dichter dan daar. Ja, dat is duidelijk zichtbaar. Ja. Bijvoorbeeld bij Lauwersmeer is aan de tenen een stuk dikker dan bovenop. En dat zie je heel duidelijk in de data. Ja, ik was wat verbaasd over de plaatjes van de grindnesten, want het leek net alsof het op heel veel locaties er grindnesten waren. Hè? Al die rode vlekken. Is het inderdaad zo bar of is die heel erg gevoelig dat een grindnest van een paar kubieke centimeter al gedetecteerd wordt? Dat is een goede vraag. We hebben daar met z'n allen naar gekeken. We hebben die boringen gedaan, dus die komen goed overeen. Het komt ook wel een beetje overeen met de bevindingen van de beheerder. Omdat dit het stuk was waar
de aannemer voor het allereerst begonnen is. En toen is er nog wel eens een schep misschien grind meegekomen. Hè? En dat is later ook bijgestuurd. Dus je ziet ook al bijvoorbeeld in het noordelijke deel van het plaatje dat het minder is. Misschien kunnen de beheerder en COAG hier nog iets aan toevoegen. Ik vroeg me af van de gangbare methode is dus de spelbrikken. Dat is nog steeds zo? Moet ik dit zien als iets experimenteels? Wat houdt ons dan nu nog tegen om te zeggen van we hebben een niet-destructieve methode en laten we dat bestand maken? Ja, dat is op dat punt zitten we inderdaad. En wat ons betreft gaan we natuurlijk hiermee door. Maar uiteraard. Ik denk ook wel dat je op basis van deze data gerichter kunt gaan boren. In plaats van bijvoorbeeld elke 50 meter standaard, ja, oké, zet er maar 3 ergens. Ja, dat je, ja. Later praten, dat is goed met de video. Oh. Dus niet dat alle rode vlekken weg moeten en zo. Even wachten, kan je misschien even in de microfoon? Wat ik nog niet zo duidelijk heb gehoord, maar het kan ook aan mij liggen, is van je zegt van ik heb op een gegeven moment ergens grindnesten, indicaties voor grindnesten aangetroffen. Daar is op geboorte, daar zijn ze ook aangetroffen. Maar zo'n meetmethode, die moet je volgens mij van twee kanten valideren. Van als er een grindnest zit, vindt hij hem ook. Als er niet zit, geeft hij hem dan ook inderdaad niet aan. Dus is ook naar beide kanten gekeken. Van heb je, en weet je dus zeker dat je... volgens mij is dit één kant van de medaille. En ik neem aan dat de hele validatiemethode wat uitgebreider is. Zou je daar nog eens op kunnen toelichten? Ja, je doelt op false positives, zeg maar. Wat bedoel je dan, hè? Wat ik heb verteld, hè, we hebben ook 3 locaties aangewezen waarvan wij zeiden, daar zit niks. En daar zat ook niks. Ja. Ja. Oké. Even wachten. Er valt iets meer van te zeggen. Er komen nog 2 vervolgstappen. De ene is om grindnesten echt te kalibreren. Van die 20, die 40 en die 100 mm. Kijken of je dat kunt onderscheiden.
Daarmee kun je dus echt de bezwaarlijke van de grindnesten van de niet bezwaarlijke eruit halen. De andere slag is, daar gaan we de komende maanden aan werken, is om een inspectieprotocol te maken. Van oké, we hebben nu wel een techniek die dit soort mooie dingen kan. Maar hoe zorg ik dat die inderdaad, A, moet ik weten wat zijn vals positieve en zijn vals negatieve gehalte is. En hoe ga ik hem dan inzetten en hoe moet ik hem überhaupt ook aansturen. En dat is een vervolgstap die we gaan doen. En daarmee hopen we in ieder geval tot een methode te komen die echt tot een inspectieprotocol leidt. Wat door zeg maar willekeurig welke volgende dijkversterkingsproject weer opnieuw gebruikt kan worden. Alla, als we echt het tegenhanger van de boringen die we nu uitvoeren. Dat kan heel snel. Eigenlijk binnen 24 uur kun je zo'n plaatje hebben. Ja. Dat is allemaal geautomatiseerd. Zou het zelfs tijdens de uitvoering al meteen kunnen doen? Tijdens moeilijk, omdat je al van allerlei apparatuur bij je hebt. Maar wel direct daarna. Ronald, hartstikke bedankt voor je uitleg en voor het beantwoorden van alle vragen. Als iemand nog vragen heeft aan Ronald, dan misschien straks nog op de dijk nog wat gelegenheid.